Ik was in Amerika geboren, in Florida. Maar we verhuisden naar Colombia. Mijn ouders zijn allebei Colombiaans. En wij verhuisden terug naar Colombia toen ik 1,5 jaar oud was. Dus ik ben gedeeltelijk daar in Colombia opgegroeid tot ik 10 was. En daarna gingen wij weer terug naar Florida. En daar ben ik dan verder opgevoed en opgegroeid. Dus ik had die eerste jaren van mijn leven echt alles in Spaans gedaan. Alles op school was in Spaans. Ik was bij familie. En daarna was de verandering en de nieuwe taal leren. En ja, wennen aan En de toen heb nieuwe je cultuur. daar universiteit gedaan. En daar ben Gestudeerd. ik op de universiteit die Nederlander hier tegengekomen. En ja, dan kregen we verkering en daarna zijn we getrouwd. We woonden nog steeds in Amerika voor 12 jaar. Ja, nee, jij 12 jaar Ik heb 12 jaar en wij Amerika. 10 jaar nadat wij trouwden. En toen besloten wij om hier te komen. Om ja, voor de kinderen ook wel, voor de familie, de Nederlandse kant van de familie. En ja, het is gewoon een andere ervaring aan de kinderen te Andere bieden. omgeving, ja. Geboren getogen in Nederland. Dus 12 jaar in Amerika gewoond. Ik ging er voor 1 jaartje heen. Ik ben er 12 jaar blijven hangen. Dus bevalt me wel die cultuur, als we het daarover willen hebben. Ik international business opleiding gedaan. Dus masters in international business. Een aantal banen gehad. Ik heb voor een Taiwanese bedrijf gewerkt. Ik heb voor een bedrijf gewerkt, dat was de international sales manager voor. En heb de hele wereld mogen afreizen voor 4 jaar lang. Behoorlijk intensief. En nu werk ik sindsdien alleen maar voor Amerikaanse bedrijven. En ik ben verantwoordelijk voor het Amerikaanse bedrijf, voor heel Europa en ook het Midden-Oosten. Wij hebben toch een langere horizon op heel veel dingen. Maar bijvoorbeeld met persoonlijke schuld. Wij zijn altijd, bij Nederlanders zeker. En het verandert. Maar eerst sparen en dan uitgeven. Creditcards is eerst uitgeven en dan terugbetalen. Ja, hier komt dat meer. Dat komt hier dan, ja, absoluut. Maar Of wat je hoort minstens van. Denk je dat? De schuld, gemiddelde schuld in Amerika is zo'n stuk hoger dan hier. En daar is de echte cultuur van eerst uitgeven. Het is nu. En het is niet om het eerst uit te geven. Ik wil het nu hebben. Ik moet het nu hebben. Ik ga het nu sparen. Ik wil het nu hebben. Ik betaal later wel terug. En dat is hier. Hier geef je plan. Oh, ik wil een televisie kopen. Oh, ik wil iets gaan doen. Ja, het perspectief, als ik een contract bespreek met een Amerikaan, dan gaat het heel makkelijk. De hoogtepunt. Want als het fout gaat, dan komt er wel een lawsuit, dan komt er wel een gerecht en dat lost het zo wel op. Maar een contract met een Amerikaan, maar met een Europeaan, zeker met een Fransman. Nou, het duurt zo lang, het is zo moeilijk en het is zo zwaar. Dus het lossen alle problemen op voordat het komt. Want dan als het dan komt, zit dan een opvangend contract. Zeg, ja. Dus hun lost, Amerikaan lost het achteraf op met een advocaat. En wij lossen het, proberen al die ellende van tevoren te verzinnen en te omschrijven en moeilijk te maken. En het is, ja, dat is heel alles die afspraken maken. Oh, De bekende afspraak hier. Terwijl in Amerika het is alles gebaseerd op individuen. Dus als iemand ergens echt individueel succes heeft, dan jaagt iedereen naartoe. Dat vinden ze leuk. Dat is geweldig. En hoe kom ik daar? Want ik moet ik ervoor doen. Als je, ik heb het weer bewerkt, niet zo algemeen, maar dat is individu.
wat heb jij bereikt? Als je naar een carrière wil beginnen, wordt gekeken wat jij bereikt hebt. Wordt niet gekeken hoe oud ben jij? Of waar in je levensfase zit je? Terwijl in Nederland is het van, nou ja, eerst ga je kijken hoe oud ben jij. Dus in welke categorie moet je indelen voor salaris. En doe nou normaal, doe maar even een paar jaar je best. En misschien gaan we kijken dan weer verder of je naar de volgende stap kan. Dan wordt allemaal een beetje naar het midden geduwd. Terwijl in Amerika is juist iedereen wordt naar die buitenkant geduwd. En dat betekent ook dat er mensen in de armoede komt en die komen in de circuitjes niet uitkomen. Hè? Maar ze worden ook geduwd naar die andere kant. Nee, huppatee, succes, 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 ga, ga, ga. En dan kan je als jonge kerel veel sneller succes maken. Dus als je erg ambitieus bent en je bent overtuigd van je krachten, je kennis en je kunde, en je durft risico te nemen, dan ben je veel beter af om in Amerika te beginnen. Dus als je die keuze hebt om dat niet te doen in Nederland, moet het ook kunnen. En dan ben je beter af. Dus als je wel ambitieus bent, dan minder ambitieus. En je wilt meer, je vindt het belangrijker om een heel sociaal leven met veel hobby's te hebben, dan kun je beter in Nederland blijven. Of daarheen gaan. Dan heb je goed inkomensniveau. Je hebt goede basisvoorzieningen. Dus als je wel een ongeluk krijgt of je gaat iets fout, veel beter vangnet. Maar historisch gezien, de mogelijkheid om echt als een raket individueel uit te stijgen, dat is een stuk moeilijk. Dat is echt, dat is nog steeds oude jongens netwerk. En als je niet daar zit, dan... In Amerika, het is allemaal stereotypes nu, hè? Maar het is, je bent voor ons of je bent tegen ons. Het is zwart of het is wit. Dat gedeelte grijs, daar zijn ik niet zo lekker mee. Terwijl Nederlanders is het heel veel ja maar. We hebben één statement, dan gaan we dan drie keer maken de uitzondering op. En hoe het ons uitlegt, is het allemaal heel erg omslachtig. En alles is grijs. Dus met een Nederlanders is alles ja maar. En dat is zeer frustrerend voor Amerikanen. Gewoon dat doen. Goed of slecht. Dat doen en ik denk dat individuen laten hun intelligentie zien of zich zo bewijzen dat ze erg kritischer zijn, maar altijd weer kijken is wat ik weet en smarter zijn. In de Verenigde Staten is het meer van, het is een team. En als jij altijd een kritische noot bent, dan ben je vervelend. Want we moeten samen een team, we moeten als team, moeten we dit doen. Zo met Fern Barnes, de TJ Fridays, de Ruby Tuesdays, de Chili's. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Veel koper, ervarend. Maar het is altijd net een beetje te koud. Net niet gezellig genoeg. En ze willen gewoon dat je eten wegwezen. Die talen moet vier keer per avond opgedraaid worden. En dat is toch gebaseerd. Te snel. Open komt naar je tafel toe. Helemaal leuk, helemaal hallo, mijn naam is en ik ga je vandaag helpen. En die is allemaal heel erg, meteen je beste vriend. Tip krijgen weg. Zeg ze die ook meteen mijn beste vriend? Voor een half uur, dan zijn ze die vergeten. In Amerika, we zijn van Florida, naar Fort Wayne, Indiana gegaan. Florida is wat groter, wat sneller, erg Latijns-Amerikaans gericht. En dan ga je naar Fort Wayne, dat is in het midden van Amerika. En iedereen kijkt daar een beetje op neer. Van twee kusten kijkt ze een beetje niet op neer. En we hadden moeite om weer weg te gaan. Want we komen daar en mensen zijn meteen heel aardig en heel vriendelijk. Claudia was zwanger, we kenden niemand. En mensen klopten op de deur toen we net een baby hadden. Met hier heb je eten. Ja, wat is het nou weer voor? Waar moet ik hier nou mee? Hoef je niet te koken? Ja, ze kennen mij nauwelijks en ik ga dan een baby shower geregeld met de. Ze kennen ons niet. Maar de medewerkers. Je wordt ontvangen en voor een week lang. Kreeg je elke avond kwam een vrouw van een van mijn collega's, die ik ook nog nooit gezien had hoor,
kan gewoon eten brengen. Om te zorgen dat wij als nieuwelingen gewoon niet hoeven te koken en dat we maar voor de baby konden zorgen.